Hoe kwetsbaar is de vastgoedsturing van jouw corporatie? Je ontdekt het in deze aflevering. Uit ons onderzoek blijkt dat minimaal 2/3 van de corporaties dit niet goed voor elkaar heeft. Namelijk het stabiel krijgen van hun vastgoedsturing en ervoor zorgen dat dat niet zo kwetsbaar is. Dat als er bijvoorbeeld één medewerker vertrekt of er valt ergens een bouwsteen uit, dat dan meteen het hele kaartenhuis van vastgoedsturing meer in elkaar valt. En dat je weer van onderaf aan moet beginnen met het opbouwen van een professionele vastgoedsturing. En 2/3 van de corporaties heeft dat dus niet op orde. Nou, wat kun je doen om te kijken hoe kwetsbaar jouw vastgoedsturing is? Nou, waar je in ieder geval niet van kunt uitgaan, is dat op het moment dat je al net een mooi portefeuilleplan hebt geschreven, mooie wensportefeuille, goed onderbouwd, en je hebt het vertaald naar goede complexstrategieën met alles erop en eraan, alle mitsen en maren die erin zitten, alle onderwerpen integraal afgewogen, dan kun je er nog niet van uitgaan dat dat al een stabiel geheel is. Het is natuurlijk een hele mooie stap als je dat hebt, dus daarmee ben je ook al best wel goed bezig als je kijkt naar nog weer andere corporaties, maar het is nog niet stabiel. En hoe zorg je er nou voor dat dat echt een stabiel proces wordt, zodat op het moment dat er bijvoorbeeld iemand vertrekt of dat er een incident is of dat er iets is wat jouw aandacht vraagt als corporatie, waardoor je minder tijd misschien hebt voor vastgoedsturing, dat dat toch gewoon goed op de kaart blijft staan en dat het niet meteen als een kaartenhuis weer in elkaar stort. Eigenlijk de belangrijkste stap die je daarvoor moet nemen is ervoor zorgen dat vastgoedsturing echt helemaal ingebakken zit in de processen die je in het jaar als corporatie doormaakt. Dus eigenlijk moet het in je jaarcyclus zitten, om het zo maar te zeggen. Nou, hoe kun je daarmee aan de slag gaan? De eerste stap is om echt te zorgen dat de vastgoedsturing goed in de jaarcyclus verankerd is. En dat betekent dat je gaat redeneren vanaf het moment dat je de eerste input maakt of bijvoorbeeld de kaderbrief opstelt voor de nieuwe begroting, voor de nieuwe meerjarenbegroting en je investeringsplanning. Vanaf dat moment ga je terugrekenen van welke stappen moet ik dan zetten in mijn vastgoedsturing om ervoor te zorgen dat er een goed portefeuilleplan ligt, een actueel portefeuilleplan en dat er ook actuele complexstrategieën zijn voor de hele voorraad, dat die elk jaar, dat ik daar op het moment dat ik met een begroting aan de slag ga, dat ik daarvan op aan kan dat dat goede input is. En dat is natuurlijk sowieso heel belangrijk, omdat een heel groot deel van je begroting voortkomt uit je portefeuille asset management, uit je vastgoedsturing. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Dus ga terugrekenen vanaf dat moment, naar welke stappen moet ik dan zetten? Dus wanneer moet ik dan de complexstrategieën af hebben? En voordat je complexstrategieën kunt maken, wil je natuurlijk ook weten wat de richting voor de portefeuille als geheel is. Dus wanneer moet ik dan ook mijn portefeuilleplan actualiseren? En wanneer moet ik dan ook zorgen dat ik weer voldoende inzicht heb in het werkgebied en de nieuwe trends die er spelen, zodat ik kan afwegen of mijn portefeuilleplan nog up-to-date is of dat ik misschien op onderdelen dat moet gaan aanpassen. Dus dat is de eerste stap die je kunt zetten om het echt in de jaarcyclus te verankeren. Eigenlijk een tweede stap die je moet zetten om het echt stabiel te krijgen en minder kwetsbaar te maken is dat je dat proces een aantal jaren moet doorlopen. En op die manier slijten vaste patronen in. En is het ook voor degene die met een begroting bezig zijn, wordt het logisch dat de vastgoedsturing daarvoor aangeleverd wordt. En op het moment dat het een keer niet gebeurt of niet compleet of met een andere kwaliteit, ja, dan gaat diegene die de begroting maakt daar ook vragen over stellen en opmerkingen over maken. En die zorgt er daarmee dus mede voor dat die vastgoedsturing op een kwalitatief goed en hoog niveau blijft. Nou, op het moment dat je een aantal keer die jaarcyclus hebt doorlopen op die manier en je hebt dan een aantal keer dus jaarlijks gekeken van oké, hoe zorg ik ervoor dat in mijn vastgoedsturing de informatie zo actualiseer dat het helemaal top is op het moment dat ik het voor de begroting moet aanleveren. En dat het helemaal, dat je daarvan uit kunt gaan dat je voor de begroting en investeringsplanning echt daarop kunt bouwen. Dan zul je zien dat die processen steeds meer inslijten en dat het steeds logischer wordt om dat elke keer te doen. Dat het ook steeds makkelijker wordt om dat jaarlijks te actualiseren, dat het steeds minder tijd gaat kosten en dat er steeds meer mensen bij betrokken raken. Bijvoorbeeld mensen die de data aanleveren, mensen die er in de uitvoering op verder bouwen, ook nadat de begroting is vastgesteld, bijvoorbeeld ook in projecten.
En je zult dan zien dat er steeds meer mensen dus een link hebben met de vastgoedsturing. Dus op het moment dat een heel belangrijke schakel daarin zou wegvallen, ja, dan wordt die ketting wel weer op een andere manier gesloten. En dan blijft die vastgoedsturing stabiel in je organisatie levend. Nogmaals, 2/3 van de corporaties, zo blijkt uit het onderzoek in ieder geval wat we de afgelopen paar jaar hebben gedaan, 2/3 van de corporatie heeft dit nog niet structureel op orde. Dus ga daarmee aan de slag. Zorg dat je echt jaarlijks naar je vastgoedsturing kijkt en naar alle onderdelen van je vastgoedsturing kijkt. En zorg dat je elk jaar, op het moment dat je met de kaderbrief of met de input voor een nieuwe begroting aan de slag gaat, dat je dan een compleet geactualiseerd en ook weer elk jaar weer een stukje beter, een stukje meer verdiept portefeuilleplan en complexstrategieën hebt die richting geven voor de begroting.